Hallo, welkom bij deze nieuwe video. It's corona time. Hey, zeg. Nee, we hebben vandaag een vrije dag. We hebben het ook al heel rustig aangedaan. Het is nu middag. En ik ben er maar net aangekleed. Ik heb mijn jurk aangedaan. Ik heb nog mijn pyjama broek aan. Ah, ik dacht eigenlijk, want jij gewoon graag matching, maar zij met mij iets uit. Ah ja, met even kleurtjes. Ja, eigenlijk zijn we wel matching, hè. Ik heb een Marvel broek aan. Met Spider-Man, de Hulk en zo. Ja. Je hebt het als kerstcadeau gekregen van Thalissa, hè. Ja, dat is juist. Ja, dat is waar. Ja, heel leuk. Ja. We gaan iets eten, hè. Ja, we hebben hier een lekkere groentetaart gemaakt. Dat ziet er toch zalig uit, geef toe. Wel een beetje dichter. Mag dichter. Oké. Okay. Ik denk dat het wel duidelijk is. Het ziet er gewoon zalig uit. Je kunt ook alleen maar zalig en super en leuk. Als het gaat over eten, dan wel. Ja, ik kijk er echt gewoon naar uit. Ja, dat ziet er gewoon kei lekker uit, toch? Nee, zalig. Zalig. Het ziet er zalig lekker uit. Zalig mooi. Zalig lekker. Zalig Pasen. Zalig nieuwjaar. Denk je dat ook? Nee, hè? Nee. Nee. In ieder geval, dus ik ben er wel best. Ik ben het echt van kijken. En eigenlijk is dat ook nog gezond. Behalve dan misschien de feta kaasjuren van boven en dat deeg. Nou, dat deeg is een beetje koolhydraten, mag wel, maar we mogen gewoon niet overdrijven. Dat was zalig. Zo gewoon een namiddag, of eigenlijk een ochtend en namiddag, gewoon chillen, rustig aan doen. Niets moest, alles mocht. En dat was echt gewoon fantastisch. Ik heb er echt heel erg hard van genoten. En toen we dus net in onze sofa lagen, zag ik ook dat onze bananenplant weer al een nieuwe tak aan het krijgen is. Een nieuw blad. Dus hij groeit echt mega hard. Zodat hij hier staat, heeft hij denk ik al vier of vijf keer al een nieuw blad. Vier keer. Dus nu is eigenlijk al het vijfde blad. Hier een wording. Ik ben echt kei blij mee. Ze zien er echt ook heel gezond uit. Hele mooie groene bladeren. Dus dat gaat vergelijken. Met dus de oudere bladeren, die hebben echt zo nog meer vlekjes. Maar de nieuwere, die zijn echt helemaal mooi schoon. En hier is dus het vijfde blad, is hier nu. Zoals zeggen, er zijn ook wel twee blaadjes ook al wel dood gegaan. Dus deze wint ook wel wat slapper te hangen en deze ook. Maar het is natuurlijk omdat die grotere, die nieuwere bladeren voor heel erg veel schaduw zorgen. Want kijk, de zon komt dus vandaar. Dan zorgt die voor schaduw voor de kleintjes, maar ja. Die mogen er dan af en dan kan die hoger groeien. Binnenkort past die niet meer in onze woonkamer, want heel veel ruimte is er niet meer hoor. ik ben echt super blij mee. En Jeno is hier ook nog aan het opruimen geslagen. Ja, ik ben de Disneykast een beetje aan het herindelen. Ja, maar we hebben een probleem, want je bent niet met de choppetjes. Jawel, ik heb ze al gevonden. Ah, ik heb ze gevonden, de choppetjes. Maar ik wil eigenlijk nog een extra schapje creëren, maar het lukt mij niet. Het gaat toch ook kijken, want we hadden het al een keer geprobeerd. Ja, maar nu heb ik toch een nieuwe indeling en misschien dat het op deze manier wel lukt. Oké, ik ben benieuwd, ik kom het voor jou. Misschien ook niet. Maar eigenlijk moeten we nu wel eerst even deze staat vast. Ja, dat was het. Eentje staat er vast, ja. Ah. Die middelste staan vast, dat is voor de stabiliteit. Dus deze kunnen er niet uit, die zitten vast. Tom! Dus dat gaat niet. Nee. Heb ik gelijk? Ja, dat zal ik eerst weer proberen. Het ging niet. Want onze Disneykast begint eigenlijk stil te zijn, een beetje wat te klein te worden, hè? Ja, we hebben veel te veel Blu-rays gekregen. En we hebben een beetje plaatsgebrek. Ja. Ja. Oké, zonde, want eigenlijk hier aan boven. Hier zit ook zo'n heel klein stukje. Maar ja, het probleem is, dat gaat dus ook echt niet anders. En hier past dus ook niks in. Veel te klein. En het gaat ook niet anders, want het middelste stuk hangt vast. Dus lastig. Heel lastig. Ja. We zijn daarnet nog gaan eten bij mijn mama. En ik film het nu nog even. Kijk, ze zwaait nog. Dag! Want anders lijkt het alsof het gewoon helemaal eigenlijk niet gebeurd is. Als we zo niks hebben gefilmd. Maar we zijn dus echt wel lekker gaan dineren bij mijn mama thuis. Dat is heel erg leuk, heel erg gezellig. Het is nu 21:30 s'avonds en we rijden weer terug naar huis. Maar we waren ook al vrij laat. Maar denk ik pas om 7:30 pas daar. Dus het was in ieder geval een zeer geslaagde dag. Ik heb er echt heel erg hard van genoten. Het was rustig, hè? Het was rustig. Heel rustig aangedaan. Niks gedaan. Ik heb ook heel goed eigenlijk gerust vandaag. Dat merk ik echt ook wel aan mijn lichaam als ik rust. Dus dat is echt wel heel goed. Dus zo kan hij veel sneller terug genezen, heb ik zo het gevoel. Ik voel me ook wel gelukkig.
we hebben vooral veel gerust. En dat hebben we eigenlijk al... Allee, natuurlijk, we rusten. Ik vind, sinds dat de corona is, hebben we al veel meer rustdagen genomen. En dat doet ons lichaam eigenlijk wel goed, want je mag niet onderschatten, die koffie- en theezak, die slopt daar heel veel energie van ons op. Ja, en we wandelen heel veel. Ja. Dus er heel veel over nadenken voor bestellingen en zo, dus ja, dat is waar. We hebben echt wel, een keer platte rust voor nodig, zonder ons daarbij schuldig te voelen. Ja, nou, dat doen we goed. Ja. En volgende week gaan we dat nog iets beter doen, hè? Ja, kijk er enorm naar uit. Week op vakantie, Ik heb net nog eens even gekeken naar een paar foto's van waar dat we naartoe gaan. Ja. Het zag er echt goed uit, hoor. Ja. Misschien moeten we het even laten zien. Ja, toch wel. Kijk er echt heel erg hard naar uit. Maar voor nu gaan we nog een beetje verder dromen in ons bedje. Ik moet trouwens nog iets zeggen. Ik had ook nog een verrassing dat ik ook nog ging gaan halen. Ja, maar dat is over 2 dagen. Ja, iets vroeger dan gaan halen. Ja, inderdaad. Ja. Dus jij mag mee. Ik kan mee. Het is dus nog op onze vrijdag. Iets wat dus we gaan kunnen gebruiken tijdens de vakantie. Ja. Dus over 2 vlogjes ga je dat zien. Inderdaad. Kijk er naar uit. We zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.